Vanuit de hemel kijk ik als God naar de mensen. En ik heb een heleboel mensen op de aarde rondloopt. En twee broers zijn er. Kain en Abel. Abel is heel vriendelijk. En Kain is altijd een beetje gemeen. Abel die zorgt voor dieren. En Kain die is een landbouwer. Kijk maar, daar komt Abel aan. En daar komt Kain aan. Kain is altijd heel boos. En doet altijd een beetje vervelend. Ja. Zij gaan allebei gaan ze een offer voor mij maken. Altaar bouwen. Let maar eens op. Eerst gaat Abel het doen. Gaat hij het mooiste dier van zijn kudde gaat hij slachten. En hij legt het dier op het altaar wat hij net gemaakt heeft. En hij steekt het vuur aan. Oh, daar ruik ik. Heerlijk, heerlijk. Wat een fijn offer is dat voor mij. Daar ben ik heel blij mee, want ik ruik namelijk dat het komt van iemand die een vriendelijk hart heeft. En dat is Abel. Kain, die gaat ook een altaar bouwen voor en die heeft een zak bij zich. En in die zak er zit mais en graan en aardappels en zo. En bloemen en gras en alles wat van het land komt. Kijk, daar bouwt hij zijn altaar. Gooit het erop en hij steekt ook het altaar aan, het vuur. Nou, ruikt niet zo lekker. Dat komt dat toch? Dat komt omdat het hart van Kain is niet goed. Hij is niet vriendelijk, hij heeft een boos hart. Hij heeft ook altijd klieren. Nou, ik ga maar eens even naar ze toe. Hoi Kain en Abel. Hoi. Fijn dat jullie een altaar voor mij hebben gemaakt. En Abel, het was heerlijk. Ik heb genoten ervan. Dankjewel. En Kain, nee, ik vond het eigenlijk niet zo lekker. Je bent ook een beetje boos geworden, hè? Je bent niet blij. Nee, dat is jammer. Het zou fijn zijn als je ook zou kijken naar Abel. Misschien kun je van Abel een beetje leren om een vrolijke, blije jongen te zijn. Nou, ik ga weer eventjes weg. Ik hou natuurlijk wel alles in de gaten. Toen? Gebeurde dat ook? Ja. Ze gaan eentje wandelen. En Kain die pakt een steen. Zijn broer Abel dood. En gauw gaat hij weer terug naar huis. Hé, hey, dag Abel. Kain bedoel ik. Waar is je broer gebleven? Weet je dat niet? Weet je dat niet? Moet jij niet een beetje op je broer letten? Nee. Niet op je broer letten? Nou, maar ik weet het wel. Want ik hoor dat hij doodgeslagen is door jou. Ja, daar zo. Een eindje verderop. Zie je het niks? Ja, ik vind dat heel verdrietig. Dat je zo je broer doodslaat. Ja, dan kan ik je helaas, moet ik jou straf geven. En voor straf moet je het land uit. Dus ja, het is niet anders. En ik hoop dat het weer goed met jou komt. Hè? Nou, daar moet je heen. Tot ziens. Tot ziens. Ja, dat is een verdrietig verhaal eigenlijk van een broer die zijn eigen broer heeft doodgeslagen. Nou, dat is het verhaal. Kijk nou.